Weet je wat het is? Ik heb gewoon echt even geen zin in de les. Ja, ik ook niet. Helemaal niet. Ja, maar ik blijf... Ik kon mijn bed niet uitkomen. Ik kan zo nu wel huilen. Ik vind het echt heel fijn dat je komt. Ik geef alles. En het raakt me net zo diep als dat het jullie raakt. Kom maar even bij me. Hey. Ja, het is oké. Ik heb gewoon echt buikpijn voor de les, omdat... Ik weet gewoon dat ik het niet ga trekken. En dat ik gewoon weer ga stoppen. Ondertussen heeft Sylvia Nina gevonden. Ze hoopt dat die met haar mee wil naar Lucia. Ik weet ik van wie je er nog meer bij wil hebben. Of kan helpen met wat je wil vertellen. Oh ja, ik wil wel mee praten hoor. We dachten misschien wil je Kimberly of zo er ook bij hebben. Want ik kan best wel goed met Kimberly praten. Ja, ik wil het wel gewoon rustig bespreken. Maar niet met iedereen erbij. Want dat lukt niet. Dat zei ik ook tegen haar. Van misschien gewoon eerst een paar mensen. Mm-hmm. Ik weet niet of je nog iemand erbij wil of zo. Nee, één is genoeg. Oké. Hoi. Hey, Nina. Sylvia heeft jou gehaald. Mm-hmm. Weet je waarom? Ja, of ze me kon helpen met mijn verhaal vertellen. Maar ik vind het echt vervelend dat er nu elke keer achter me aan wordt gezeten. En het is niks naar jou toe, hoor. Want ik weet dat het vanuit jullie komt. Maar ik kan je... Kijk, en dat is gewoon niet omdat het uit opdracht is. Maar wat ik heb vanmiddag ook al gewoon tegen je gezegd van... Ja, en dat kon ik ook wel waarderen. Dus, en toen zei ik ook van ja, ik wil het best wel vertellen en zo, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen. Maar mijn verhaal had ik ook nog 7 keer opnieuw kunnen schrijven. Ik heb mijn ook 3 keer opnieuw geschreven en ik ben er nog steeds niet tevreden over. Want het is nooit perfect en je verwoordt het nooit goed. Nee, dat weet ik, maar ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, zeg maar. Ja, je hoeft het van mij niet te vertellen. Ik wil het toch echt voor jou. Het is echt het patroon waar ik achteraan zit, niet de issue. En op het moment dat jij in je patronen valt, probeer ik jou te leiden... die patronen te doorbreken. Ja, ik snap het ook wel. En ik zie wel wat je bedoelt of wat je doet. Maar als ik het dan vertel, dan kan ik niet weten waar ik tegenaan loop. En daarom vind ik het misschien ook lastig om te vertellen. Ik weet gewoon niet wat ik er dan bij voel. En waar ik nou precies mee zit. Nou, begin gewoon bij het begin. Nou ja, daar begint het eigenlijk. Gewoon dat het vroeger niet lekker liep. Eerst kreeg ik heel veel ruzie met mijn moeder. Want ze was eigenlijk heel weinig. Toen ging ik bij mijn vader wonen. Toen kreeg ik met mijn vader ook veel ruzie. En toen moest ik uit huis. En ik denk gewoon dat ik het stukje van een groep die echt heel klote was, niet heb afgesloten. Als ik wil praten over dingen die gebeurd zijn, dan lukt het meestal nooit. Maar ik wil er niet meer over nadenken. Ik wil het eigenlijk gewoon afsluiten. Ik was toen 14 volgens mij en het was daar echt super druk. Er zaten dus kinderen van 16, maar ook kinderen van 8. En dat zat allemaal bij elkaar. Ik heb nog steeds heel veel chaos daarvan in mijn hoofd. En dat is ook het stukje rust dus wat ik altijd opzoek. Ik vond het wel fijn om het met Lucia te bespreken. Ik denk wel dat dat me verder brengt. Op een gegeven moment was het gewoon geëscaleerd. Er was een nieuwe regel op school dat je gewoon je telefoon wel mee mocht nemen. Maar ik kreeg mijn telefoon niet. Ik had het eerst heel vaak normaal en netjes gevraagd natuurlijk. En op een gegeven moment was het maar bij de bom. Toen op een gegeven moment draaide ze die deur op slot. En er zat zo'n heel groot raam in met van dat ijzerdraad erin. Dus pakte ze een stoel. En toen sloeg ik die door het raam heen. Dus ja, dat raam was kapot. Toen had ik mijn telefoon. Maar toen hadden ze op die pieper gedrukt. Dus kwamen allemaal mensen aan. Toen werd ik op de grond gegooid. Ik was eerst nog een keertje ontkomen, zeg maar, eraan. Toen had ik mijn kamer dicht gedaan en op slot. En allemaal meubels ervoor gezet. Maar toen trapte ze gewoon zo hard tegen de deur. En ja, toen kwamen ze weer binnen. En toen op een gegeven moment gingen ze weg. Komt echt binnen. Wat zij ervaren heeft met... al dat geweld en al die mensen bovenop haar toen zij doordraaide. Die hopeloosheid, die woede en die eenzaamheid. Zo. Toen moest ik naar een isoleercel en daar heb ik een hele dag gezeten. En toen werd ik overgeplaatst naar gesloten. Poeh. Ja. Zo. En waarvoor moest je uit huis? Ja, omdat ik ruzie had. En ik denk dat dat gewoon... ik weet niet, makkelijke oplossing was of zo. Ik heb daar alleen maar zitten huilen, een paar weken lang. Zo. Ik denk dat daar ook wel een stukje zit. Dat ik nooit eigenlijk heb gevraagd waarom dat zo is. Ik zit best wel lang met die vragen. Maar ik heb eigenlijk nooit het besef gehad dat ik die vragen had. Totdat ik er vanmiddag over ging praten. Ja, ik heb het toen heel vaak gevraagd. Maar ik kreeg alleen maar hetzelfde antwoord, omdat het niet meer ging. Ik denk dat ik gewoon vooral wil vertellen hoe het voor mij was of zo. Hoe was dat dan voor jou? Ja, kut.
Kun je even diep ademhalen? Ja, probeer ik al de hele tijd. Hoe voel je je nu? Ja, weet ik niet. Wel gewoon rustig. Het voelde al gewoon fijn om aan hun te vertellen of zo. Omdat ik er een soort van achter kwam waarom ik er verdrietig om werd. En dat was dus om mijn moeder. Gewoon over hoe dingen zijn gelopen. De oplossing ligt bij een gesprek. Ik vind het knap dat je het aangaat met je moeder. Het is best een moeilijk gesprek. Ik wil ook niet dat je het onderschat. Maar ik ben vooral benieuwd wat ze gaat zeggen. En dan moet ik dat van oma gewoon even aan de kant zetten. Want anders gaat er nog meer door mijn hoofd. En dan kan ik het helemaal niet meer normaal vertellen aan haar. Ja, maar is het fijn als je het opschrijft. Ja. Kook je ook Colombiaans? Kan ik wel. Maar ik moet nog goed empanadas leren maken, want dat kan ik niet. Sleutels. Jamie. Ja. Ik heb je WhatsApp berichten gelezen. Wat is mijn code dan? Wil je dit alsjeblieft niet meer doen? Ja, hij zit nog in mijn zak. Ja, dat begrijp ik. Ik ging hem expres daar neerleggen onder de kus bij de Jojo, zodat ik hem niet meer in mijn zak had. Ja. Wil je zorgen dat hij niet meer in je zak zit? Ja. Dankjewel. Yes. Je bent echt een stiekemet, hè? Zij legt een zak koepel neer, ik loop langs en die zak is open. Vind je dat normaal? Nou, ik vond het een beetje abnormaal dat er geen schaaltje pindasaus bij stond. Wel allemachtig. Ja, eet smakelijk. Oh, ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, dit voelt zo lekker. Zo. Nou, good night allemaal. Slaap lekker. We hebben er weer zin in. Sarcasme of? Ja, tuurlijk. Nou. Zo, Tuin. Je ziet eruit alsof je nog een uurtje terug naar bed kan. Ja, precies. Hoe laat ben je geslapen? Om 1 uur. 1 uur. Ja, misschien is dat ook niet zo slim. Maar... Zou je nu nog 1 uur willen uitslapen? Ja, in principe wel. Dan moet je vanavond om 12 uur geslapen. Ja, precies. Dan heb je een uurtje. Ja. Over een kwartier begint de eerste les van vandaag. En dat is al de 5e sportles van Lucia sinds de leerlingen op Dream School zijn. Ik vind het allemaal een heel leuk idee dat ze zo vaak willen sporten, weet je. Prima. Nee, maar het is wel intens. Maar als je... ik vind het gewoon te heftig, weet je. Nee, van niet sporten naar om de dag sporten is wel veel. En als je lichaam dat ook niet gewend is, snap ik dat helemaal. Maar ik ga gewoon een sigaret roken. Ja. Onderweg naar de rookplek besluit Kimberly om alvast langs Lucia te lopen. Weet je wat het is? Ik heb gewoon echt even geen zin in de les. Ja, ik ook niet. Helemaal niet. Ja, maar ik blijf... Ik kon mijn bed niet uitkomen. Ik kan zo nu wel huilen. Ik vind het echt heel fijn dat je komt. Ik geef alles. En het raakt me net zo diep als dat het jullie raakt. Kom maar even bij me. Hey. Ja. Ik heb gewoon echt buikpijn voor de les, omdat... Ik weet gewoon dat ik het niet ga trekken. En dat ik gewoon weer ga stoppen. Dat geeft toch niet? Nee, maar ik heb gewoon geen zin in dat hardrenrondje. Ik wil met alles meedoen, alleen niet met dat. Dat hoeft ook niet. Ga je niet rennen, ga je gewoon wandelen. Dat is goed. Dan kijk je gewoon hoe je lichaam voelt. En je hoeft ook geen buikpijn te hebben van een rondje om te vragen wat je nodig hebt. Ja. Kijk eens aan. Ik zit er gewoon ook in. Kijk eens, iedereen is moe. Ik zit hier niet aan deze kant gewoon een beetje te zeggen van... nou, doe dit of doe dat of doe dit niet. Ik voel ook mee. Alle verhalen raken me diep. Hoes Rebecca, hoes Sylvia. Hoes directeur. Hoes. Sociaal gewenst gedrag is wat we doen. Hè. Als we op het werk komen, dan moeten we zo en zo zijn. En dat hebben zij ook. Gaat-ie? Ja, ik ben moe. Maar het is totally okay to show up als je er doorheen zit. Want we blijven in beweging. Thuis blijven, in bed blijven, is geen optie. Voordat Lucia met de les begint, vraagt ze iedereen te delen hoe het met ze gaat. En daarin even echt eerlijk te zijn naar elkaar. Voor Sylvia is het vandaag extra moeilijk. Wil je daar iets over zeggen? Vandaag is mijn vaders verjaardag. Ja, probeer maar gewoon mee te zijn. Ja, maar ik merk nu weer dat ik het dan weer ga wegstoppen en zo. Als je wat kwetsbaarder bent... Maakt je ook mooi. Ja. Dankjewel. Nina? Ik ben wel een beetje moe, want ik had gisteren met mijn moeder gepraat in de avond. Alleen het ging heel lang door.
Dus ja. En hoe is dat gesprek gegaan? Ja, kut. Precies wat ik had verwacht. Ze schoof alles naar mij toe. Maar wat moedig van je dat je het aan bent gegaan? Ja, maar uiteindelijk ben ik er niet echt iets mee opgeschoten. Ja. Hoe voelt je lichaam? Ja, weet niet. Wel rusteloos. Rusteloos. Oké. Okay. Ik wil even over mezelf ook delen. Ik zit helemaal stuk. Ik kan zoals jij huilen. Ik heb de hele avond gehuild eigenlijk na ons gesprek. Dat raakt me diep. Ik weet dat het op televisie komt wat wij doen. En dat het soms een issue is. Maar ik sta hier met mijn hele hart. En jullie raken me heel diep. Wel fijn dat Lucia zich zo openstelde. Wij doen het ook. Dus dan ja, vond ik wel nice als zij dat ook doet. Ik vind haar sowieso een heel oprecht persoon. Dus ik voel dat wel. Jullie pijn raakt mij heel diep. En dat mag ook. Want ik ben ook mens. En ik wil alleen dat jullie dat weten. Dat wij allemaal ons uiterste best doen om jullie te ondersteunen en doorbraak te hebben. Zij vertelde dat zij best wel geraakt was door iedereen, maar ik had niet het idee dat ik haar raakte met mijn verhaal of zo. Ik heb niet echt een heel emotioneel verhaal of zo. Lucia vraagt vandaag Kevin om de warming-up te doen. Draai om, gezicht naar de buitenkant. En Jamie heeft daar de helft al van gemist. Ze heeft zich verslapen. Mijn energie is gewoon echt helemaal op hier. Omdat alles zo erg op me af is gekomen deze weken. Ik heb wel een niet-spijt. Aan de ene kant, het is wel goed voor me dit. Om even geconfronteerd te worden met alles. Maar mijn doel was ook om positief te zijn. Nu gaat rechts naar voren. Voordat ik hier naartoe kwam, alles in mijn leven, in mijn lichaam voelde als negatief. Dus ik dacht, oké, Dream School, dit wordt positief. Maar als er telkens lessen worden gegeven over mijn verleden, dan zie ik geen reden om positief te zijn. Terwijl Jamie toch probeert aan te haken, zit Nina juist voor het eerst in een sportles aan de kant. Ja, super misselijk. Ja. Ik dacht bijna kotsen misschien. Ja, eigenlijk is dat een heel mooi moment. Misselijk is een soort van verteren van wat er gebeurt, letterlijk in haar lijf. En ze isoleert niet, ze komt bij de les. Dus dat is zeker een doorbraak voor haar. Lucia laat Nina rustig tot zichzelf komen. En geeft Valentina nu de beurt om de rest kickbox-combinaties te leren. Nu gaan we linker directe, rechter opstoot, linkerhoek. Deze? Linker directe, rechter opstoot, linkerhoek. Goed zo. Sowieso met kickboxen is gewoon mijn zon. Ik voel me comfortabel erbij. Ik vind het fijn. Ik vind het leuk om te doen. Twee. En ik vind lesgeven ook leuk, dus ik denk dat het daarom ook wel makkelijk afging, omdat het wel echt mijn passie is.